Ik ben Zoé de Moustier, danser, choreograaf en ambassadeur voor Dag van de Dans. Vandaag ga ik in de Singel in Antwerpen langs bij Cherish Menzo. Ik ben al een hele tijd gefascineerd door de power die ze uitstraalt. En ik ben blij dat ik haar vandaag kan ontmoeten. Momenteel repeteert ze aan het dansduet Dark Matter, waarin ze het zwarte lichaam wil loskoppelen van bestaande clichés en narratieven. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat wil aanpakken. We zitten hier in de gang van de Singel, yes. Onze eerste ontmoeting. Mm-hmm. Dan kan je mij vertellen wie je bent? Ja, ik ben Cherish Menzo. Ik ben 33 jaar oud. Ik kom uit Amsterdam, woon nu in Brussel. En ik ben een danser en performer en ook dans- en performancemaker. Dit moment? Op het moment ben ik in vroege ontwikkelingsstadia van een nieuw werk genaamd Dark Matter, wat een duet wordt met mij op scène en daarnaast ook danser en performer Camilo Mejia Cortez. En daarnaast worden we ook vergezeld door een 8-10 koppig koor, wat ik het Distorted Rap Choir noem. En voor Dark Matter vertrekken we vanuit de noties van blackness en het zwarte lichaam. En gaan we op zoek naar manieren om onze lichamen los te koppelen van bepaalde narratieven. En we kijken dan voornamelijk naar posthumanisme, afrofuturisme en ook een beetje transhumanisme. Om zo een soort van nieuw enigmatisch / futuristisch lichaam te creëren. Of in ieder geval een vorm van het lichaam. Zijn er elementen die al komen uit vorig werk dat je hebt gemaakt? Nou, voor Dark Matter begin ik eigenlijk waar ik mijn vorige solo Jezebel ben geëindigd. In Jezebel keek ik dan meer naar de representatie van het lichaam van de zwarte vrouw in onze beeldcultuur. En hiervoor keek ik specifiek naar de stereotypes, codes, referenties. Maar ik kreeg heel erg ook de noodzaak om dat open te breken, dat te mogen vervreemden, dat om mogen te koppelen. En dat creëerde een bepaalde soort van playground nu voor Dark Matter, waarbij ik dus verder het uncanniness wil op gaan zoeken. Iets waarbij we zoiets hebben van, het is relatable, maar tegelijkertijd vreemd. Kan je mij iets vertellen over je traject? Hoe ben je beginnen dansen en hoe ben je dan nu hier terechtgekomen? Als ik echt denk aan het eerste moment wat ik me kan herinneren van beginnen dansen, dus niet echt het professionele in opleiding gaan, is voor mij echt mijn tante zien dansen in de huiskamer. En dat herinner ik me echt nog tot de dag van, alsof het gisteren was. Maar ik denk dat voor mij dat een soort van heel specifiek moment was van, dit is waar ik zodanig van geniet. Uiteindelijk heeft het me even wat genomen om de keuze te maken om echt daar mijn professie van te maken. Ik denk dat ik op mijn 19e dan auditie heb gedaan voor de jazz musical opleiding in Amsterdam. En daaruit echt ook het concrete pad op ben gegaan van, ik wil dans en performance gaan doen. Wat grappig is eigenlijk, want ik zeg jazz en musical dans. Dus ik heb ook acteer- en zanglessen gekregen. En ik denk dat ik dat ook dat heel natuurlijk eigenlijk met me meeneem in het werk dat ik maak.
Dus ik zie het niet als ik maak alleen dans, maar het is gewoon meer performance waarbij verschillende disciplines hun weg daarin vinden. Wie hoop je dat jouw werk gaat kunnen zien? Wie zou je graag in de zaal hebben? Ik hoop dat het werk gewoon toegankelijk kan zijn voor iedereen. Ik denk wel, ook door het specifieke startpunt van Dark Matter en het hele rap lyrics element, ja, hoop ik toch mensen die niet zo snel naar het theater zouden stappen, maar die wel de affiniteit hebben met hip-hop of rapmuziek, dat zij zich uitgenodigd voelen om te komen kijken naar het werk en hopelijk gewoon de ruimte, het theater zelf, dat het niet alleen bij die voorstelling hoeft te blijven,